Ga jij een opleiding kiezen? Dan hebben wij een aantal tips voor je. Kijk op het internet naar verschillende opleidingen. Maar vergeet daarbij ook niet om te kijken naar verschillende scholen. Heb jij nou echt geen idee welke studie bij jou past? Dan is het handig om een studiekeuzetest te maken. De studiekeuzetest kan jou helpen bij het kiezen van een opleiding. Het is altijd handig om aan vrienden en familie te vragen welke opleiding ze bij jou vinden passen. Zij kunnen misschien wel met verrassende opleidingen komen waar jij misschien nog niet eens aan hebt gedacht. Staar je niet blind op één opleiding, maar bekijk meerdere opleidingen. Want het kan natuurlijk ook zo zijn dat een andere opleiding veel beter bij jou past. De eerste tip is: wees kritisch en realistisch naar jezelf. Vind jij een vak lastig, maar de opleiding lijkt je wel leuk? Dan moet je kijken of je de motivatie en het doorzettingsvermogen hebt om voor dat vak extra te leren en zoveel tijd eraan te besteden. En als tweede tip is het handig om te kijken hoeveel uren je les hebt en hoeveel uren zelfstudie. En dan kan je zo kijken of je zoveel tijd aan je studie wilt besteden en of je dat ook kan. Een van de mogelijkheden die de HvA biedt is het bijwonen van open dagen. De open dag is eigenlijk een soort snuffelstage van de opleiding. Je kan even een kijkje nemen op de opleiding, in het gebouw, in de boeken. En je kan een praatje maken met docenten en studenten. Wat belangrijk is bij de open dagen, is dat je je altijd aanmeldt voor verschillende opleidingen, verschillende scholen en eventueel verschillende dagen. Alleen op die manier kun jij de beste keuze maken voor de studie die jij wil volgen. Meld je daarom altijd aan op de website van de HvA en bekijk wanneer de eerstvolgende open dag is op hva.nl. Je hebt misschien een paar opleidingen nog steeds in je gedachten die je erg leuk vindt. Maar je wil natuurlijk weten wat er na het eerste jaar gaat gebeuren met je opleiding. Lees op de website van de HvA eens de studiehandleidingen door. In de studiehandleidingen van de opleiding kan je namelijk precies vinden hoe de opleiding er voor de komende 4 jaar gaat uitzien. Vergelijk deze studiehandleidingen ook met verschillende aanbieders van de opleiding. Elke aanbieder van een opleiding deelt namelijk zijn of haar opleiding anders in. Het kan namelijk soms zijn dat je in jaar 2 stage loopt bij opleiding A en in jaar 4 stage loopt bij opleiding B. Vergelijk deze met elkaar om te kijken welke match bij jou het beste past. Bedenk ook alvast, wat wil je eigenlijk gaan doen met deze opleiding? Wat wil ik later worden? En weet je het nog niet? Kies bijvoorbeeld een sector waar je in wil werken. Alleen op die manier kan je kijken welke opleiding het beste past bij jouw toekomstbeeld. Je krijgt bij het maken van de juiste studiekeuze natuurlijk veel tips van vrienden en familie. Zorg er altijd wel voor dat deze tips niet te veel invloed hebben op jouw individuele keuze. De opleiding die je natuurlijk zelf te volgen en ook zelf te kiezen. Wanneer je te veel tips meeneemt in jouw beslissing, kan dat bijvoorbeeld invloed hebben op jouw keuze. En dat leidt eventueel tot een verkeerde keuze. Vrienden kan je bijvoorbeeld meenemen naar een open dag, om eens te kijken hoe de opleiding voelt wanneer je met een vriendengroepje op de opleiding bent. Maar zorg ervoor dat je nooit de opleiding kiest die ook jouw vrienden kiezen wanneer je twijfelt. Ga verder op onderzoek uit en kies de opleiding die echt bij jou past. Als je dat doet, moet het wel goed komen en dan wens ik je heel erg veel succes met je studiekeuze.